Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gast is Gerrit-Jan ten Voorde. Welkom, Gerrit-Jan. Dank je. Ik denk dat heel veel mensen je kennen, maar ik ga toch even vragen. Wie ben je? Waar woon je? Even een klein beetje voorstellen. Introductie. Ik ben Gerrit-Jan ten Voorde, zoals je zei. Ongeveer 30 jaar geleden ben ik op het eiland komen wonen. Ik was tandarts geworden in Groningen en kon hier een praktijk vinden. Ben eigenlijk gelijk aan het werk gegaan in Middelharnis gaan wonen. Daar woon ik nu nog. En ik woon hier met veel plezier. Het is een prachtig eiland met hele fijne mensen. Ik heb hier echt wortel geschoten en wil hier altijd blijven. Nou, mooi. En waar je vandaan komt, dat zal zo ter sprake komen, denk ik. Ja. Dan gaan we gewoon nu beginnen met waarvoor je uitgenodigd bent. En dan ga ik dit gesprek eens beginnen met een Bijbeltekst. Wel uit, uit Jesaja. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Deze tekst is dus, heeft alles te maken met waarom je hier bent. Yad Vashem, daar gaat het over. Jongsleden werd er een onderscheiding uitgereikt. En vertel, wat was dat? Ik heb een grootvader en een grootmoeder gehad, een opa en een oma, die in de oorlog Joodse mensen hebben geholpen. Uh-huh. Mijn opa is in 1944 daarvoor gearresteerd en verhoord en uiteindelijk omgekomen in een concentratiekamp in Bergen-Belsen. Dat was eigenlijk een soort van gegeven binnen de familie. Mijn vader had daar natuurlijk veel verdriet over en miste zijn vader heel vaak. Ja. Het was eigenlijk een algemeenheid en iedereen was een beetje aan het verhaal gewend. Ik ook, als kind. Totdat ik eigenlijk kort geleden, 2016, iemand tegenkwam in mijn tandartspraktijk. En iemand gespecialiseerd in herdenkingen en ook gespecialist van Holocaust en vaak in Israël, bij het instituut van Yad Vashem. Dus we raken aan de praat en ik vertel hem over mijn grootouders en dat ze veel Joodse mensen hebben geholpen. En hij zegt eigenlijk, ja, maar daar moet iets mee gebeuren. Daar bestaat echt een hele eervolle onderscheiding voor. Antoni Golverdingen, uit Dordrecht, inmiddels ook een goede vriend van mij. En hij heeft dat, ook door zijn ervaring en door zijn kennis hierover, heeft hij dat in gang gezet. Toen is er een hele speurtocht ontstaan naar getuigen. Want die heb je dan nodig. En dat is na 75 jaar natuurlijk heel moeilijk. Heel moeilijk. Dus, maar die hebben we gevonden. Die moeten ook onafhankelijk van elkaar zijn. Joodse overlevenden. En die hebben verklaard van het is inderdaad waar het echtpaar ten Voorde heeft toen in de oorlogsjaren onze families geholpen. We hebben eronder gedoken gezeten. En we zijn ook, hebben de oorlog ook overleefd door hun. En dat wordt dan al, dat is een soort historisch onderzoek ontstaat er. En dan komt dan die uitreiking na 2 jaar, zo lang hebben ze erover gedaan. Ja. Die wordt dan uitgereikt. 16 mei was het in Dirksland. Even dit, waarom Dirksland? Want ik heb het gezien vanuit mijn huis. Ja. En het was druk. En het zag er heel mooi uit. Waarom Dirksland? Mijn vader, inmiddels op een paar dagen na 90, die is 15 jaar geleden samen met mijn moeder ook op Goeree Overflakkee gaan wonen. Ze vonden het leuk om in de buurt van de kleinkinderen te wonen, mijn kinderen. Ja. En ze zijn oud. Ze reizen niet zo graag meer. Dus ze houden ook van het eiland.
Dus uiteindelijk puur origineel zou de onderscheiding eigenlijk in Hengelo-Overijssel moeten worden uitgereikt, omdat daar alles heeft plaatsgevonden. Hengelo, daar kom je vandaan. Daar kom ik vandaan. Ja. Maar mijn vader en indirect mijn moeder ook hebben toch gezegd van het liefst doen we het gewoon hier op ons eiland, inmiddels ons eiland. De Israëlische ambassade speelde daar ook een rol in, omdat die graag een beetje in de buurt van Den Haag optreden. Mm-mm. En dan is het noorden of het oosten of het zuiden van het land is vaak wat minder geliefd bij de ambassadeur. Het liefst geven zij de onderscheiding in de ambassade zelf. Maar goed, ze hebben hier goedkeuring voor gegeven. Ja. Ze willen heel graag ook een beetje een boodschap uitdragen aan jonge mensen. Dus eigenlijk was de vraag van, kunnen schoolkinderen uitgenodigd worden? Er zijn 150 schoolkinderen uitgenodigd van zowel de RGO als van de Prins Maurits School. Ik heb het gezien, want hier is een... Keurige lieve kinderen. Krantenberichtje. Die ze allemaal heel netjes en stilletjes op hun kerkbankje hebben gezeten. Ja, en toen zochten we dus eigenlijk een waardige plek waar veel mensen ook aanwezig kunnen zijn. We hebben natuurlijk meer waardige plekken zoals het oude raadshuis van Middelharnis of de Doelen hier vlakbij. Maar het moest iets groots zijn waar toch minstens 250 mensen konden plaatsnemen. Nou, en dan is eigenlijk... dan is de kerk van Dirksland is dan toch wel misschien wel het allermooiste gebouw op dat niveau. Van deze gelegenheid. Een kerk die nooit afgebrand is en waar zelfs nog Italiaanse fresco's uit de 15e eeuw zichtbaar zijn. Geweldig. En ik ben tandarts in Dirksland, dus ik ken de kerk goed. Ben er vaak geweest met een doop of een trouwerij. Ik heb natuurlijk iets met Dirksland en ook eigenlijk misschien toch in mijn hart ook wel iets met deze kerk. En dus misschien heb ik mijn ouders ook wel een beetje geïndoctrineerd dat het hier moest plaatsvinden. Daar hadden ze geen spijt van. Daar hebben ze geen spijt van gehad. Nee. Nee. En ik vind de kerk van Dirksland is ook eigenlijk een beetje misschien wel het oudste gemeenschapshuis van... Het oudste gemeenschapshuis. Het is ooit natuurlijk een katholieke kerk geweest. Ja. Rooms-katholieke kerk. Het is uiteindelijk een protestantse kerk geworden. En ook die dag waren alle gezinten, soorten mensen aanwezig. Dus er waren Joodse mensen. Ja. Ik heb zelfs nog één meisje met een islamitisch hoofddoekje zien lopen. Van de RGO. Dus het was heel, heel bijzonder dat iedereen verenigd was. En eigenlijk dezelfde... uiteindelijk hetzelfde gevoel had na afloop. Tja, het moet heel indrukwekkend zijn geweest. Ja, dat was het absoluut. Ja. Je kende het verhaal, geschiedenis, verhaal. Denk ik altijd, dat is niet echt gebeurd, maar dit is een geschiedenis. Het was een gegeven in je familie. Heb je nog nieuwe dingen gehoord? Nieuwe dingen? Nee, ik heb eigenlijk toen de Yad Vashem onderscheiding in werk gezet werd, ben ik natuurlijk ook een beetje mijn best gaan doen om... ben mijn vader toen eigenlijk serieus gaan interviewen, want ik dacht, hij is nu 90. Ik heb hem eigenlijk nooit echt zo heel gedetailleerd gevraagd wat er allemaal gebeurd is. Dus wat wel heel bijzonder was, was dat er een Joods echtpaar in de oorlog ondergedoken was, echtpaar Meijers. Ja. En zij... Volgens mijn vader hadden ze geen kinderen. Zij waren een kinderloos echtpaar, wat daar onderdak gevonden had bij mijn grootouders. En ik ben, dat is dan het mooie van Google. Ik ben gaan googelen. En er komt een journalist uit Amsterdam, Abraham Meijer, die komt naar voren uit de machine. En die beweert dat zijn ouders, echtpaar Meijers, in Hengelo ondergedoken hebben gezeten. Ja. En dat zij de oorlog hebben overleefd en dat hij... de zoon van hun was in de oorlog en verstopt was bij een dominee in Nijverdam als klein jongetje. Hij had in de oorlog een valse naam. Hij was aangegeven door de dominee als zijnde zijn eigen kind en heette Freddy Müller. En Freddy Müller die wist niet beter dan dat hij een hele lieve
dominee, vader en moeder had. En vier, vijf lieve zusjes en broertjes, totdat in 1945 ja, een gefrustreerd echtpaar op de stoep stond en hun kind kwamen halen. Die net ja, eigenlijk aan beide zijden 50 familieleden hadden verloren en een nieuw leven moesten zien op te bouwen. En ik heb hem gevonden ook weer via Facebook. Hij had een Facebook-account, dus we zijn in contact gekomen, we hebben elkaar ontmoet en het is nu een hele goede vriend van mij. Avraham, hij is 78, maar ja, ik ben heel blij dat ik hem nog ontmoet heb. Dus dat was voor mij wel een heel nieuw fenomeen in, ja, in het geheel. En zijn ouders zaten bij jouw grootouders, maar ja, hoe kan het dat je grootvader, want die moet verraden zijn. Die is verraden. Niet op een wijze van, ik kan ten voorde niet uitstaan, ik zal hem eens een loer draaien, mm-hmm, zeg maar. Nee, dat is natuurlijk het klassieke verraad, maar een collega van hem is gemarteld, mishandeld door de, oh, door de Sicherheitspolizei, een onderdeel van de SS, ja, in Den Haag, in het, ja, Oranje Hotel. En die man is na een aantal weken teruggekomen en was weer vrij. En ja, een week later stond de politie, Nederlandse politie, dus die hielpen de Duitsers in de oorlogsjaren. Die kwamen mijn grootvader arresteren. Meneer Bronsema heeft na de oorlog ook de doodstraf gekregen voor zijn jodenjagen. Is wel omgezet in 20 jaar cel, maar... Ja. Ja, en dat verraad is eigenlijk een soort van afgedwongen verraad geweest. En ja, die verzetsmensen waren wel heel alert als je als er gevaar was, ging, uh-huh, je mensen herbergen. Dat wou ik ook vragen, ja, want waarom is dat echtpaar dan niet gepakt? Maar die waren weg. Die als er onraad was, dus hij wist natuurlijk, een collega van mij is nu gearresteerd en dan ontstond een risico voor... wat er uiteindelijk ook gebeurd is, dan stort natuurlijk het hele kaartenhuis in. En dan moeten dus alle verdachte plekken moeten, mm-hmm, vrij zijn van, mm-hmm, van onderduikers. En dus de dag dat hij gearresteerd is, waren er geen onderduikers. Hij wist nog wel 20 onderduikers te zitten, her en der. Maar die hebben allemaal de oorlog overleefd. Echt? Hij is ook mishandeld in Den Haag, bij het Oranje Hotel. Ja. Berucht hotel. Berucht hotel. Ja, ja, heel berucht. En het was dan een groot huis. Of waar waren de Joden dan? Nou, in principe hadden ze een aantal. Het was een burgerhuis, een twee onder één kap. En die mensen sliepen op zolder in slaapkamers. Dus daar werd ruimte voor gecreëerd. En ze leefde aan de rand van Hengelo, ja, dus ook aan de, tegen het platteland aan. En dus, niet heel erg in het zicht. Niet heel erg in het zicht en mensen konden vrij makkelijk vluchten. Ja. 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 In de verzetsgroep zat, dat is wel een heel apart detail, zat een Duitse militair die meedeed aan razzia's. En die kwam altijd waarschuwen als ze kwamen. Wow. Dus dat was een hele belangrijke schakel in het verzetswerk wat zij deden. Er zat dus veel meer nuance in alles dan wij nu denken. Wij denken in goed, fout. Ja, ja. Maar er waren natuurlijk heel veel mensen die ergens daartussenin zaten. Ja, ja, ja. Wat was de motivatie van jouw opa? De motivatie is waarschijnlijk ontstaan in na de februari-stakingen in 1941. Ja. Toen werd eigenlijk duidelijk dat dat de Joodse mensen toch vervolgd zouden gaan worden of opgepakt zouden gaan worden. Grote groepen Joden zijn toen opgepakt in Amsterdam. Mm-hmm. Daar is een opstand door geactiveerd. Ja. De enige opstand in Europa van niet-Joodse mensen tegen de Duitsers. In Europa? In Europa, in de hele oorlogsperiode. Maar in Twente werden ook groepen opgepakt. Ja. Dus waarschijnlijk heeft hij toen besloten dat ik moet wat doen. Ja. En hij had
een sociale, socialistische achtergrond. Hij was ook lid van een pacifistische beweging. Het gebroken geweertje. Ja, dat was in die tijd was dat heel gebruikelijk. Er waren veel Nederlanders lid van. Ja. Had iets te maken met nooit meer een Eerste Wereldoorlog. Ja. En dus hij heeft het zuiver op persoonlijk empathische beweegreden heeft hij het gedaan. Ja. Dus vanuit zijn eigen karakter. Ja. Het was een zachtaardige man met een warm hart, zeg maar. Ja. En je grootmoeder? Wat was haar rol? Eigenlijk vergelijkbaar. Mijn grootmoeder is... het was echt een team met z'n tweeën. Wist je dat mijn grootmoeder eigenlijk nog wel fanatieker was dan mijn opa? Ja. Maar ze is ook met het verzetswerk doorgegaan toen haar man al verdwenen was. Dapper zeg. Ja. Ik kan me niks gewoon niet voorstellen nu. Nee. Hoe dat... geweest nee, is. Ik heb het, zeg maar, zij heeft ook nog een poging gedaan om haar man weer vrij te krijgen. Zij is naar het politiebureau in Hengelo gegaan en gevraagd, kan ik mijn man nou echt niet terugkrijgen? En waarop Bronsema, de Nederlandse agent, zei, als u mij 3 Joden aanlevert, dan bestaat er een kans dat uw man vrijkomt. Dat heeft ze niet gedaan. Dus, ja. Duivels dilemma. Duivels dilemma, vreselijk. Ja. En hoe oud waren zij toen? Mijn grootvader was, mijn opa was 46 en mijn oma was 43. Oké. Okay. Ja. En ze hadden zelf kinderen? Een dochter en een zoon. Ja. Waarvan, mijn tante is overleden een aantal jaren geleden. Mijn vader is dan eigenlijk de laatste overlevende van dat gezin. Ja. En ze wisten welk risico ze liepen. Ze wisten absoluut wat voor risico ze liepen. Ja, want het was het was enorm gevaarlijk. En ook als je een gezin hebt, is het natuurlijk extra spannend. Nou, zeker. En hoe oud waren jouw vader en je tante? Toen mijn opa gearresteerd is, was mijn vader 15. Oh. En zijn zusje 10. Ja. Mijn vader heeft zijn vader ook weggebracht. Dat vroeg hij nog aan de sigaretspolitie. Mag ik meegaan tot het politiebureau? En dat mocht. Toen heeft hij gezegd van Gerard, zo heet mijn vader. Je ziet mij nooit meer terug. Dat wist hij. Dat voelde hij aan. Dus hij heeft zijn trouwring nog afgedaan en aan hem gegeven. En heeft gezegd, je moet goed voor je moeder zorgen en goed voor je zus. En dit is de laatste keer dat we elkaar zien. En dat is ook zo gebeurd. Dus mijn vader heeft, is nu 75 jaar geleden, heeft toen afscheid van hem genomen. En daarom is het zo mooi dat nu na 75 jaar eigenlijk een soort, dat ze nu eindelijk vereerd worden, dat ze teruggekomen zijn. De ambassadeur zei dat ook heel mooi in zijn toespraak. Hij zegt van, we zijn nu niet vergeten, we zijn teruggekomen. Ja, en dit is een onderscheiding waar ze best zuinig op zijn, hè? Het gebeurt niet zomaar. Nee, ik Yad Vashem, ik kende het eigenlijk niet zo goed, moet ik toegeven. Het is de hoogste Israëlische onderscheiding. Ja. Voor niet-Joodse mensen. En het is speciaal bedacht eigenlijk voor mensen die in de oorlog tijdens de Holocaust Joodse mensen hebben gered. Ja, ik heb er ook nog iets over opgezet. Het is een onderscheiding. Je bent dan een rechtvaardige onder de volken. Dat is prachtig, hè? Dat is mooi verwoord, ja. Ja, zo noemen ze het ook. En dan een medaille, een oorkonde. En een vermelding van je naam. En die naam wordt in Jeruzalem in een muur gebeiteld. Dus jouw grootvaders naam staat voor altijd in die muur in Jeruzalem. Ja. Dat is heel indrukwekkend. Ja, ik heb ook besloten om maar eens te gaan kijken. Ja, ben je nog nooit geweest? Nee, ik ben nog nooit in Israël geweest. Nee. Nee. Ja. Het is echt heel bijzonder dat dit... gegeven wordt. Ja. Ja, want je zegt ook, het heeft 2 jaar geduurd. Het heeft 2 jaar geduurd. Ja. En het hing ook aan een zijden draadje natuurlijk, omdat
ja, het vinden van overlevenden van de Holocaust. Ja. Die onafhankelijk van elkaar moeten verklaren, getuigen. Het is echt gebeurd, dat klopt. Dat was, dat was natuurlijk niet zo makkelijk meer in 2016. Nee, dat is zo lang geleden. Ja. Dus we hebben een David de Leeuw gevonden en een Abraham Meijers. Ja. Ja, ik vind het heel bijzonder hoor. En ga ik toch nog even naar... er wordt zeker de laatste jaren heel veel gehamerd op... Nederland liet het gebeuren. Mm-hmm. Hè, Nederland keek weg. Nederland, ja. Nederland helemaal fout. Daar komt het op neer. En toch, heb ik gezien, is Nederland het land waar op één na de meeste onderscheidingen zijn uitgereikt. Op Polen na, wat me ook verbaasde, Polen. Ja. Maar daar zit frictie. Daar zit iets wat niet helemaal... Nee, ik denk dat het heel moeilijk is. We hebben, zeg maar, een korte tijd na de oorlog hebben we natuurlijk... heeft Nederland, denk ik, een beetje zijn schuldgevoel verdrongen door te zeggen van, we zaten allemaal in het verzet. Allemaal, iedereen zat in het verzet. Ja. Iedereen had Joden geholpen en alle Duitsers waren slecht. Dat was eigenlijk een beetje het motto, dat ken ik ook nog van de middelbare school. Ja. Het zit ook nog in het voetbal, hè? Ja, ja. Ik heb me daar toen eigenlijk altijd een beetje tegen verzet, ja. Omdat ik... Bij toeval had ik een Duitse moeder, dus ik moest dat ook... Dan verzet je helemaal, ik moest ja. natuurlijk ook die kant een beetje beschermen. Maar denk dat Nederland door de februaristaking, daar zijn de Duitsers erg van geschrokken. Van, hé, de Nederlanders in Amsterdam, het was door de communisten georganiseerd, die kunnen nogal aardig in opstand komen als wij een paar Joden oppakken. Ja. Het was toen nog maar een klein groepje. Ja. Wat gaan ze doen als wij echt 100.000 Joden gaan oppakken? Dus de Duitsers hebben erg hun best gedaan, specifiek in Nederland, om heel onopvallend, heel een beetje buiten het zicht, Joodse mensen te arresteren. En dus niet keiharde razzia's, waar iedereen getuige van was, wat in veel andere landen, zoals Frankrijk, gebeurde. Maar dus het kan ook zijn dat heel veel Nederlanders het niet, zoals Duitsers, dan zeg je, hebben ze niet gewoest. Ze hebben het niet echt in de gaten. Ik denk dat heel veel, dat geldt ook voor veel Duitsers trouwens. Ik heb het niet gewoest, maar dat ook voor veel Nederlanders heeft gegolden. Maar er zijn ook wel natuurlijk heel veel Nederlanders die enthousiast meededen aan het vervolgen van Joden. Die toch echt de kant van de Duitsers kozen. Dat is een grote groep. Ja. En er is natuurlijk ook een hele grote groep geweest die er echt liever met een boogje omheen ging. Omdat het natuurlijk super riskant was, want je moest het bekopen met je leven. Ja. En dan liet je vaak een vrouw en kinderen achter. Ja. Of kinderen werden wees. Dus ik ben, het is denk ik heel lastig waarom wij nou zoveel Yad Vashem onderscheiding hebben gekregen. Aan de andere kant, Nederland had 10 miljoen inwoners. Mm-hmm. 5000 Yad Vashem onderscheiding, even snel rekenen, is nog altijd maar 1 op de 20.000 mensen, of 200.000 mensen. Maar er waren natuurlijk ook heel veel stillen in de landen, hè? Die ook hun werk deden. Ja. En ja, we zullen dat nooit echt weten, denk ik, maar Nederland liet het gebeuren, dan heb ik wat, ja. Nee, dat is denk ik niet goed. Ik weet niet goed wat ik daarmee moet. Nee. En ja, sorry, de tijd is alweer om. Ja, ik kan er niks aan doen. Nee. Maar ik wou nog één vraagje. Of eigenlijk een opmerking. Er was onlangs in Den Haag een demonstratie. Anti-Israël, anti-Amerika. Overal lees je dat het antisemitisme toeneemt. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Wat moeten we daarmee? Kun je ook geen oplossing voor geven? Nee, maar ik denk dat de mensheid, en dan praat ik over iedereen, heel goed naar zichzelf moet kijken, ook individueel. Waar sluit ik mij bij aan? Waar heb ik een mening over? Bij welke groep wil ik horen? Mm-hmm. En of dat nou een religie is, of een politieke partij, of een voetbalclub, of een motorclub, of mij ook een land, een nationaliteit. Ja. Je moet altijd heel goed bij jezelf blijven. Ben ik nu heel enthousiast bij een beweging die heel erg tegen dat andere is.
En sta ik daar nou eigenlijk zelf als persoon wel achter? Of sluit ik mij blindelings aan bij een groep en daar kunnen uiteindelijk ook heel ernstige dingen uit voortvloeien? Het ziet er echt niet goed uit, in Frankrijk ook niet. En die polarisaties die zijn natuurlijk altijd wederzijds. Dus als je praat over Palestijnen en Israëliërs, dat is natuurlijk inmiddels een wederzijds conflict. Dus het is heel lastig om te zeggen van wie is goed bezig. Is het ook. Ja. Maar waarom neemt het... Ja, we hebben geen tijd meer. Nee. We gaan er gewoon nog eens een keer op door. Nou. Want dit... ik wil je heel hartelijk bedanken voor iets wat iedereen eigenlijk zou moeten weten. Wat er in de oorlog gebeurd is. En ik ben wel eens bang dat dat steeds minder geweten wordt. Hè? Ik kom veel in Frankrijk en daar zie je dus dat de Eerste Wereldoorlog wordt daar levend gehouden. Hè? Ja. Dat is een zo groot trauma geweest voor het land. Leer je geschiedenis kennen, zou ik zeggen. Nou, zijn er mensen in nood? Help ze, kijk ze aan. Als mensen gezicht krijgen voor jou of een naam, dan gaat je empathie werken en dan help je wellicht iemand. Ja. Hopelijk. Ja. Heel hartelijk bedankt. Alsjeblieft, graag gedaan. Oké, ik ook. Ik vond het een heel mooi verhaal. Het was heel fijn om hier te zijn. Nou, dit was de huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. En terugkijken kunt u via www.huiskamervanflaquet.nl. Tot volgende week.